Zoals Jezus ook het hoofd is van alle christenen, dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw. Ja, ik zie vrouwen in beginsel als gelijkwaardig, maar niet gelijk. Ben je blij dat je een man bent? Ik ben tevreden met het geslacht dat God mij heeft gegeven, ja. Dat dacht ik al. Ja, tuurlijk. Zie jij homoseksualiteit dan als een zonde? De daad is in lijn met Gods woord absoluut zondig. Welkom bij Club Trending, het online programma waarin we iets uit het nieuws bespreken dat trending gaat. De coronacrisis heeft veel laten zien, zo ook de tegenstelling tussen gelovigen en niet-gelovigen. En dit geldt ook voor jongeren. Matthijs van der Tang is 23, best wel gelovig en conservatief. En hij is vandaag bij mij te gast. Dit is Club Trending. Welkom, Matthijs. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja. Hoe belangrijk is het geloof voor jou? Ja, dat is best wel een persoonlijke vraag. Ja. Maar ik denk dat de Heidelbergse catechismus het heel mooi verwoordt. Wat is uw enige troost beide in leven en sterven? Dat is dat je het eigendom bent van Jezus Christus. Dat je verlossing hebt van al je zonden. Ja. Dat je verlossing hebt van het kwaad door het offer van Jezus. En dat is een hele troostrijke boodschap die je... Die persoonlijke relatie met God, die helpt je door alles heen. Ja, en als je dat in iets simpelere termen moet verwoorden, hoe zou je dat dan doen? Ja, simpelere termen. Het lastige is dat het eigenlijk zoiets groots is dat het heel lastig in simpele termen is uit te leggen. Het is bijvoorbeeld liefde, het is hoop, het weten dat je geborgen bent. Ja. De eeuwige zekerheid van de onveranderlijke liefde van God. Je bent niet alleen gelovig, hè? Je bent ook vrij conservatief. Dat zei ik net al in de intro. Zou je kunnen uitleggen wat dat eigenlijk betekent en hoe dat tot uiting komt? Conservatief, dat kun je heel breed uitleggen. Mm-hmm. Je kunt zeggen van het conservatisme is alleen houding en je kijkt bij iedere maatschappelijke verandering, ben je daar gewoon van nature kritisch. Dat je zegt van is dat een goed idee en zo. Ja. Maar je kunt ook conservatief zijn, ook in morele zin. Dat je zegt van nou, het christelijk geloof, dat is voor mij het onveranderlijke morele beginsel. Hey, we gaan een aantal onderwerpen behandelen om te kijken van joh, hoe zit jij in de wedstrijd? Hoe kijk je daar tegenaan? En hoe kijkt iemand die best wel conservatief is op jouw leeftijd tegen een aantal zaken aan? Ja. De eerste, dat zijn vrouwen. Daar gaat het om. Vrouwen in de politiek met name. En jij bent een tijdje geleden ook viraal gegaan met een filmpje waarin je mening geeft over vrouwen. Als ik de Bijbel lees en als ik om me heen kijk, dan zie ik juist dat man en vrouw heel erg verschillend zijn van elkaar. Mannen zijn biologisch sterker dan vrouwen. En voor de politiek heb je bij uitstek de sterkste mensen nodig. Politiek draait om gezag. De Bijbel die legt dat uit. Zoals Jezus ook het hoofd is van alle christenen, dezelfde manier is ook de man het hoofd van de vrouw. Het verschil tussen mannen en vrouwen heeft altijd al bestaan. Mijn standpunt is daarom dus ook niet ouderwets, maar tijdloos. Ja, de man is het hoofd van de vrouw. Ja. Wat bedoel je daarmee? Ja, de kern daarvan die heb ik geformuleerd in een interview met Ray van Doris Dagblad. En ik heb ook Twitter heb ik daar nog een korte toelichting op gegeven. Maar nu in het kort, wat bedoel je ermee? Ik kan daar inhoudelijk niet zo heel veel over zeggen. Binnen de SGP Jongeren is op dit moment een discussie gaande over het vrouwenstandpunt. Ja. Even voor duidelijkheid, jij bent aangesloten bij de SGP Jongeren. Ja, ja, ja. En, voorzitter en, zelfs van een bepaalde tak. Van de lokale commissie. Dus ik kan daar op dit moment geen uitspraak over doen. Hoezo niet? Want daar doe je wel uitspraken. Dan is het niet zo gek dat ik dat vraag. Dat klopt. En naar aanleiding daarvan zijn er natuurlijk ook vragen geweest en zo van is dit goed om te doen? Wat vind je zelf? Is dit goed om te doen? Nou, kijk, ik sta nog steeds achter de kern van van het punt wat ik heb gemaakt. Wat is je punt eigenlijk? Dus dat in lijn met Gods woord dat de man het hoofd is van de vrouw. En dat betekent dus, dat wordt dus op allerlei manieren, legt de Bijbel dat uit. En volgens de conservatieve visie daarvan betekent ook dat vrouwen geen deel, niet deelnemen in de politiek. Maar goed, ik kan daar verder niet echt inhoudelijk op ingaan. Maar de man is het hoofd van de vrouw. Ja, ja. Dus daardoor kunnen vrouwen niet deelnemen in de politiek. Bedoel je daarmee van vrouwen zijn niet capabel genoeg om te denken? Die hebben niet die hersencapaciteit? Ja, daar kun je echt een hele discussie over voeren. Maar ik heb echt in elk geval met SGP Jongeren ook een beetje afgestemd van het is gewoon beter om in de media geen discussie te voeren over deze kwestie. En dat kan over een poosje wellicht weer wel.
Maar op dit moment, op deze plek niet. Hoe kijk je aan tegen vrouwen? Nou, ik zie vrouwen in beginsel als gelijkwaardig, maar niet gelijk. Wat bedoel je daarmee? Zoals ik het zeg. Hè, man en vrouw die zijn door God geschapen, naar Gods beeld. En dat betekent dus ook dat ze allebei een bijzondere positie hebben in Gods ogen. Hebben vrouwen het recht op evenveel rechten als de man? Ja, kijk, dat is ook weer zo'n hele discussie. Ik denk dat... Daarvoor zitten we ook hier, hè? Ja, dat is helemaal waar. Maar God heeft man en vrouw geschapen. En God die heeft man en vrouw ook geschapen voor met een verschillend doel in de samenleving. Snap je dat mensen die dit zien, zo'n filmpje, en die jouw uitspraken horen, het gevoel krijgen dat jij vrouwen gewoon minder waardig vindt? Ja, natuurlijk. We leven in een hele geëmancipeerde samenleving, waarin het idee dat man en vrouw echt volkomen gelijk zijn heel erg sterk leeft. Dus dat er sterke emoties over zijn, dat begrijp ik. Maar ik denk wel dat het goed is als je daarover in elk geval in alle vrijheid je mening kunt geven. Tuurlijk. Ben je blij dat je een man bent? Ik ben tevreden met het geslacht dat God mij heeft gegeven, ja. Dat dacht ik al. Ja, tuurlijk. De multiculturele samenleving, hoe kijk je daar tegenaan? Het element van het christendom is heel sterk verweven met onze identiteit. En dat betekent twee dingen. Enerzijds dat je gastvrij bent, hè, jegens migranten, misschien zelfs wel jegens economische migranten. Maar anderzijds ook dat je je heel erg moet inspannen voor het behoud van die christelijke identiteit. Ik denk ook dat je als rentmeester moet omgaan met de beperkte ruimte die er is in Nederland. Dus dat betekent dat je ook daar een opdracht in hebt. Ja, ja. Homoseksualiteit, hoe kijk je daar tegenaan? Dat is ook weer zo'n onderwerp wat ontzettend gevoelig is. De klassieke visie van de SGP is natuurlijk dat je het wel mag zijn, maar dat je het niet mag doen. Ja, dat is een beetje gek, toch? Nou, nee. Waarom? Want je mag het wel zijn, maar wil je het ook doen. Nee. Kijk, ieder mens is gelijkwaardig, maar het is ook zo dat alle mensen, dat is de Bijbelse visie op de mens, dat alle mensen geneigd zijn tot alle kwaad. Dus ik ben niet meer een zon... Omdat je het ziet als het kwaad. Dan mijn medemens. Maar dit zie je als het kwaad. Nou, ik zie... Dus vergeef je het maar als mensen het doen, maar het is wel het kwaad. Nou, ik bedoel, kijk, mij persoonlijk hoeft het niet per se te raken. Maar gewoon even terug naar het punt. Ja, maar zou je de antwoord op kunnen geven? Zie je homoseksualiteit ja, maar, als het maar, kwaad? Ik maak even een punt af. Ja, dit is het punt. Homoseksualiteit, dat is iets heel gevoeligs. Maar het is in elk geval zo dat ieder mens is natuurlijk zondig. Dus je kunt niet zomaar jezelf verheffen boven je medemens. Nee, dat snap dat ik. Maar niet. Zie jij homoseksualiteit dan als een zonde? De daad is in lijn met Gods woord absoluut zondig. Ja. Weet je, we vullen onze publieke ruimte met regenboog-zebrapaden, met regenboogvlaggen, met optochten en weet ik het wat allemaal. En ik heb niet echt het idee dat iets heel positiefs toevoegt aan onze ruimte. Ik vind het echt eigenlijk complete onzin. Maar is het iets negatiefs? Dat is natuurlijk de vraag. Ja, tuurlijk. Waarom? Omdat het gewoon niet is waar het om draait in het leven. Het draait in ons leven in de eerste plaats niet om seksualiteit. Maar in de eerste plaats draait het om het dienen van God en onze naaste liefhebben als onszelf. Er is best wel veel ruimte om dat te bespreken. En gelukkig maar, toch? Ja. Nou ja, kijk, je hoeft niet per se van de daken te schreeuwen of zo. Maar ik vind wel dat je van persoon tot persoon moet je de ruimte hebben om met elkaar daarover te kunnen spreken. Ja, abortus. Hoe kijk je daar tegenaan? Ieder mensenleven, dat is vanaf het prilste begin, is dat onschuldig. En dat heeft God gegeven en dat verdient dus ook alle bescherming. Oftewel, je keurt abortus af. Ja, absoluut. In elke situatie? Eigenlijk in vrijwel elke situatie. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld het leven van de moeder en het leven van het kind strijden om voorrang. In die zin dat je dat de moeder zich door de zwangerschap in een levensbedreiging... Dat je moet kiezen. Dat je moet kiezen, inderdaad. En dan kan ik me voorstellen dat mensen kiezen voor abortus. Maar in de regel ben ik tegen abortus. Ja, ja. En wat nou als iemand verkracht is? Ja, kijk, dat wordt dat te moeilijk? Verkrachting is natuurlijk iets vreselijks. En de vraag is, hoe ga je daar vervolgens mee om?
Kies je dan voor om het kind daarvan de rekening te laten betalen? Ik denk dat ieder mens recht heeft op leven. En dat kind heeft geen enkel part nog deel gehad aan welke daad dan ook. Dat is onschuldig. En hoe kijk jij dan aan tegen vrouwen of jonge meiden die wel abortus plegen? Hoe zie jij dat? Ja, dat is iets heel lastigs. Daar sta ik niet positief tegenover. Maar het is natuurlijk ook een vrij pedante en misschien wel arrogante houding om dat te zeggen als man zijnde. Want het gaat hier, jij weet niet hoe het is. Het gaat hier om vrouwen. Zij voelen het in hun lichaam. Dat is toch wel wat anders. Ja, dat is ook zo. Maar ik denk wel, dit is een heel individualistisch perspectief. Van je mag alleen iets vinden wat over jezelf gaat. En over de rest van de samenleving mag je geen mening hebben. Omdat het niet jou persoonlijk raakt. Hey, de laatste. Instagram. Social media. Dat is natuurlijk echt iets van onze generatie, van deze tijd. Ja. Hoe kijk je daar tegenaan als je zo conservatief en klassiek in het leven staat? Ja, ik gebruik zelf ook Instagram. Dus ik ben er niet per se helemaal tegen. Ik gebruik, en dat kunstenaars en artiesten het gebruiken, dat kan ik me ook heel goed voorstellen. Maar de vraag is, wat voegt het toe aan je leven? Ik denk dat er betere manieren zijn om die tijd te besteden. Oprecht. Ik bedoel, als jij een keer thuis komt te zitten omdat je ziek bent, dan zijn het niet jouw 600 volgers die voor je gaan zorgen. Nee. Maar dan is het, dan zijn het de mensen die er op dat moment echt toe doen, die zorgen voor je. Dus ik zou zeggen, investeer in iets dat betekenis heeft, dat echte waarde heeft. En het is nooit dat jij even Instagram erbij pakt en gewoon jawel, hoor. Even naar mooie vrouwen kijken. Nee, dat niet. Nee, dat vind ik echt zulke onzin om daar... Weet je, Instagram is een enorm beeldenbombardement van talloze prikkels. En als je je daar te veel aan overgeeft, dan kom je in een situatie terecht waarin je helemaal wordt meegezogen door een totaal andere cultuur die de jouwe niet is. Met morele principes die daaraan ten grondslag liggen, die niet goed zijn. Ja, dankjewel voor je komst, man. Dankjewel. Graag gedaan. Jongens, jullie bedankt voor het kijken. Dit was hem. Volgende week zijn er weer. Laat in de comments weten wat je vond van de discussies. En tot volgende week. Hoi.